Kopen jullie kapstokken, Daniel? Doet mijn microfoon? Ja, nee, ja, we verkopen nog geen kapstokken. Nee. Of een blauwe fase. Ja. Wat herken je zijn problematiek? Ik denk dat het helemaal waar is. Ik denk dat ik snap ook echt de verschillende marketingkeuzes die worden gemaakt. Kijk, zoals wij er tegenaan kijken, dat mag niet verbazen. Wij zijn ook een van die mensen die vanaf 1999 heel veel op tv adverteren. Ja. In eerste instantie, het heeft eigenlijk alleen maar, tv is een fantastisch medium, maar het heeft alleen maar nut om tv in te zetten op het moment dat jij iets kunt wat echt beter is dan wat mensen op dat moment gebruiken, maar de mensen weten het niet. Dan is tv geweldig. Als grote groepen Nederlanders regelmatig iets kopen, jij hebt een betere winkel dan tot nu toe was, dan is tv de nummer één manier om te zorgen dat je iedereen bereikt. Maar het kost wel heel veel geld. Het zijn discrete keuzes en je moet dus diepe zakken hebben en een rotsvast geloof in dat mensen dan ook massaal je dienst zullen ontdekken en die vaker zullen gebruiken, anders dan kan het niet uit. Nou, zo'n Zalando laat zien, zijn ook door de wol geverfde ondernemers die erachter zitten, dat zij het rotsvaste geloof hadden op basis van de case van Zeppo's in de VS, dat als zij op een vergelijkbaar agressieve manier de latente vraag naar schoenen online zouden bedienen en tv zouden inzetten om heel snel iedereen te bereiken om het verhaal te vertellen, dat het zou werken. Nou, nu kijken we met z'n allen naar die cijfers en zeggen, god, dat is wel heel knap hoe ze het doen. Nou, het is logisch dat het op die manier werkt, alleen heel vaak kan dat niet uit. Voor heel veel productgroepen, en dat is eigenlijk wat Patrick ook schetst, kan dat niet uit die manier. En wat is dan je marketingstrategie? Wat zou jij dan doen? Nou, ik denk sowieso dat internet, de transparantie, dat is eigenlijk het belangrijkste wat internet brengt natuurlijk, überhaupt aan de wereld, is transparantie. En die transparantie leidt ertoe dat naar mijn idee een fundamentele verschuiving van de budgetten, van de marketingbudgetten, en afhankelijk op welke universiteit je hebt gezeten en wanneer, had je dan 4 P's van marketing of 5 of 7, nou ja goed. Ja, joh. Wil ik even vanaf zijn, maar die ene, die P van promotie, die speelde in de jaren 80 en 90 een ongelooflijk belangrijke rol. De helden, marketeers, waren de mensen die een mediocre product met slimme promotie tot een mooi marktaandeel konden helpen. Nou, dat is echt gewoon verleden tijd. De komende 10, 20 jaar gaat het erom dat je de P dat je het geld in de P van product, en dat kan een service zijn, dat kan een selectie zijn die je maakt. Maar kan een specialisatie zijn dat je je daarin stelt. Ja, maar daar zit een paradox in. Want daar ga ik zo voor. Dus in feite zeg je, dat wordt dus een krimp, dan reclamebureaus eat your heart out, want dat feestje, dat komt niet meer terug. Ja, absoluut. Dat is één. Maar tegelijkertijd zie jij in Zalando, wat je zelf ook zegt, en dan denk ik, holy cannoli. Ja. Ik bedoel, de over rammen gesproken. Ja. Ik heb echt een grondige hekel aan dat merk gekregen. In een half jaar tijd. En volgens mij ben ik ook niet de enige. Nou kan ik dat wel zeggen, maar ik bedoel, de omzet van die gasten, en we zullen ze straks ook zien qua positie in die top 100 voor de eerste keer, op basis van 3 maandjes omzet, wat ze dan doen. Dus blijkbaar werkt het wel, maar het is wel heel onsympathiek. Dus tegelijkertijd werkt het dus blijkbaar wel. Als je maar genoeg geld hebt en maar je ramp met merken en je is dat zo'n ding, hè? Bol.com staat al jarenlang bovenaan de lijst van in de onderzoeken naar de beste winkelketen van Nederland of meest klantvriendelijke bedrijven. En dan staan we helemaal bovenaan. En toch zijn we niet in alle markten waar we actief zijn marktleider. Dus consumenten zeggen in een onderzoek dat ze ons de beste winkel vinden. En vervolgens hebben we de nummer 3 of 4 positie in de overal retailmarkt. Nou, dan ben je dus niet de beste. Oftewel, als jij zegt, ik vind het onsympathiek en ik vind het een rotmerk, maar morgen ben jij op zoek naar schoenen en je wil graag online kopen en je ziet daar het paar schoenen wat je zou willen hebben, dan koop je daar gewoon, want dan hebben ze inhoudelijk blijkbaar. Ja, dat kan ook bijna niet anders, want als ik al aan schoenen denk, dan komt er weer een banner die me dan weer een half jaar lang achtervolgt. Ja. Om maar even een bruggetje te maken. Dat gaan we hopelijk stoppen. Ja, nee, wacht even, want dat wil ik ook nog even behandelen, want we zijn hier toch met vakgenoten onder elkaar. Het hele cookieverhaal en de retargeten en hoe het allemaal heel blitzen. Oftewel, iedereen kent het, ik kom 1 keer bij Kieskeurig en ik zoek op LCD, ik koop hem ook tegelijkertijd trouwens, en ik word echt wekenlang word ik gespamd als een dolle met bannertjes op LCD's. Kunnen jullie daarmee stoppen? Ja, absoluut. We zijn al mee gestopt. Volgens mij stopt bijna iedereen. Ja? Volgens mij is moet eigenlijk ook mee stoppen. Ja? Maar wat blijft er over van display dan? Nog? Oh, display voldoende. Ja? Dat wel. Die prijzen gaan omlaag, dus maar wat gaan we is, doen. Maar wat vind jij dat de wetgeving moet afspreken? Gewoon dat niet meer doen. Dus gewoon geen cookies plaatsen, mij volgen op basis van 1 zoekopdrachtje. Nou, wacht even. Dat is even dat is, het klinkt namelijk, helaas het is er al een wet. We hebben nog een kans om tegen te houden. Het is gekomen als waar we kunnen heel intelligente dingen doen online. Ja, maar het is het domste wat je kan doen. Nou, ik ben het helemaal met je eens dat je uiteindelijk vanuit de gebruiker moet denken. En als iets op zich effectief is, commercieel, maar de gebruiker heeft een rotgevoel, houdt hij eraan over, dan moet je het niet doen. Ja. En ik denk dat die tracker cookies, dat is gewoon echt een brug te ver. De gedachte dat je op sites van anderen ineens wordt geconfronteerd met advertenties gebaseerd op dingen die je hebt op andere sites gedaan.
Ja. Of misschien niet jij, maar je huisgenoot. Ja, dat is gewoon echt een brug te ver. Maar de branche, IAB, die, als ik het niet goed heb en niemand die weet er het fijne van, zeg het mij. Maar volgens mij willen die dan dat je een soort opt-out krijgt. Hè? Van, ja. Ze hebben nou zo'n soort platform, dan krijg je een of ander lelijk dingetje. En dan kun je klikken en dan kun je afmelden en zo. Ja, sorry Zijl, maar dit is echt iets. Want wat gebeurt er dan? Omdat dus een paar mensen te ver gaan, gaat de politiek zich ermee bemoeien. En uiteindelijk wordt het kind met badwater weggegooid. Want wat is de grootste toegevoegde waarde van een online winkel ten opzichte van traditioneel? Uiteindelijk dat je in principe alles daar kan kopen. Dat er snel naartoe komt. Maar ook dat je niet door miljoenen producten hoeft te bladeren. Of langs allemaal schappen met irrelevant aanbod hoeft. Voordat je aan bent gekomen waar je het met behoefte aan hebt. En daarvoor is personalisatie. Ja. En het kunnen aanpassen van de winkelbeleving aan de voorkeuren van de klant. Of de gebleken voorkeur van de klant is essentieel. Nou, die wet. Die verbiedt niet alleen maar third-party cookies, waar ik groot voorstander van ben. Maar maakt ook uiteindelijk personalisatie in een winkel zelf. Waar de klant zelf zegt, hier wil ik graag kopen, je bent ook al klant. Dan mag je als winkelier straks, zonder formele toestemming van die klant, met allemaal ingewikkelde teksten erbij, niet meer die personalisatie en die aanbevelingen doen. He, dus dat op het moment dat jij volledig anoniem dingen koopt en het feit dat jij een specialist bent in, weet ik veel, trip-hop muziek, leidt dat andere mensen die Moshiba opzoeken een Massive Attack CD aangeboden krijgen. Nou, dat mag in de toekomst niet meer. Ja. Nou, dat is echt compleet waardeloos. Daarmee gaan we terug naar de Stone Ages letterlijk, namelijk die van de stenen winkel. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Nou, ik kan alles beter dan hoe het nu is. Nou, nee. Ja, vind ik wel. Ik wil dat wat Zalando en met name, dat vind ik dan maar even het voorbeeld daarvan. Ik wil gewoon een wereld zonder Zalando. Nee, maar Zalando vind je irritant omdat ze alle displaying opkopen. Precies. En niet eens met targeting werken. Die werken ook wel met targeting, maar de overkill komt vanuit tv en alle marketingkanalen. Doen jullie aan dus dat soort dingen? Jullie doen doe je helemaal niet aan, hè? Nee. En jullie? We hebben er wel wat proeven mee gedaan, ja. Proeven? Ja. Oké. En jullie? Ja, we waren volgens mij de eerste in Nederland die op die een van die grote netwerken draaide. Ik durf geen kapstok meer in te typen ergens. Nee, maar na een maand. Wij zijn na 4 maanden gestopt. Heb jij naar een blauwe vaas gekeken? Ja. Maar jullie doen het wel? Nee. We zijn er ooit mee begonnen en toen was meteen, met een van die network providers, had ik meteen gezegd, er moet bij dat i'tje waar je informatie kan vragen, moet voor onze tekst staan en er moet staan. Dit is een experiment. We kunnen ons voorstellen dat u dat heel vervelend vindt, dat u op een andere site advertenties van ons krijgt. Laat ons weten wat je van vindt, want we stoppen er subiet mee als we negatieve reacties krijgen. Nou, we kregen negatieve reacties, we zijn ermee gestopt. Oké, dus retargeting vindt iedereen irritant? Ja, ik wel. Vindt iedereen het irritant? Of wie vindt het irritant? Oké. Ja, maar het is wel goed om te weten dat een heleboel winkels in op een grote schaal wel toepassen. Hè? Dus bijvoorbeeld Wekamp. Ja. Dus, ja, ik vind het best, maar doe het dan iets intelligenter. Ja, nee, goed, kijk gewoon naar de omzetcijfers. Ja, maar kijk dan ook tot in de winkelmandjes, zeg ik. Want dat geeft mij de mogelijkheid om het winkelmandje ook mee te nemen naar een andere shop als consument. Plus je weet dat ik hem gekocht heb, dus dan hoef je me niet meer lastig te vallen met die LCD. Bijvoorbeeld. Snap je? Trek het dan ook door, zodat het in mijn voordeel. Maar daar gaat het allemaal niet om. Wij gaan nog twee dingen doen. Dan moet je een beetje kort en mogelijk. Wat een belangrijke social shopping. He, de Wired, een jaartje geleden alweer volgens mij. De web is dead. Het gaat helemaal niet meer om jullie website straks. Het gaat allemaal verhuisd naar of het nou Facebook is of Google+, wil ik even in het midden laten. Maar op die domeinen waar mensen enorm sociaal lopen te doen. En waar het heel druk is, dat kunnen we wel zeggen. Dus het wordt social shopping. Ja en nee, social media zullen extreem geïntegreerd worden in winkelomgevingen. Misschien zelfs wel offline winkelomgevingen, maar in ieder geval online winkelomgevingen. Maar als je bedoelt met social shopping, we gaan een winkeltje bouwen in Facebook. Ja. No way, José. No way, José? Nee. Maar Coca-Cola heeft 30%, 40% van zijn traffic in een jaar tijd, las ik ergens hoor. In Amerika. Dat gebeurt niet in ons land? Nee, dat is alleen maar in het verre Amerika. Meen je dat nou? Kom op. Al die cijfers van consultants, die komen toch allemaal uit Amerika. Dat is alleen maar van A-brands. Het is niks van een retailer die gewoon zijn centen verdient met de massa. Massa is kassa, retail is detail. Dat kan niet. Dat kan niet vanuit social gehaald worden. Yes! Dus en dat blijft gewoon no way. Je hebt het helemaal eens. Prima dat Coca-Cola dat in Nederland doet en dat Ikea dat doet. En Bijenkorf in Nederland. Dat is prima. En dat als dan op een gegeven moment de massa er is, nou, dan denk ik wel dat wij dan ook een keer komen. Oh, nee, dan wel. Het is ook een non-voorbeeld, want Coca-Cola verkoopt geen cola. Nee, via dat Facebook, is ook waar. Die dus doen het is geen retail. Maar jij zegt wel weer, José, Coolblue als brand zal niet keihard gaan verkopen met shops op sociale netwerken. Nee, wat je wil als online retailer, en dat zullen alle heren naast me ook zeggen, ze willen heel goed en effectief sociale media zo goed mogelijk, daar waar de communicatie bevordert met de klant, willen integreren in die shoppingbeleving. Mm. Alleen op dit moment kan ik me niet voorstellen dat het succesvol integreren daarvan op dit moment leidt tot het op dit moment openen in Facebook van een gebakend
winkeltje in een Facebook-omgeving. Dat je producten die je hebt gekocht bij ons op de website, dat je die heel makkelijk kunt liken. Ja. Of dat we je heel graag met jou de dialoog aangaan over de producten die je bij ons gekocht hebt via Facebook, natuurlijk. Ja, 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 ja. Maar niet een apart winkeltje dan weer, want we willen kanaal ontdekken. Is dat de strategie die jullie opvoeren of wijken jullie daar vanaf? Ja, volledig. Ja, volledig. Jij ook? Ja, dit is gewoon echt, het is wel echt een heel groot ding. Dus ik vind niet dat je moet bagatelliseren wat misschien het risico is. Ik denk wel degelijk dat het feit dat consumenten de afgelopen jaren, en dat is niet sinds Facebook, is daarvoor, een heel groot deel van hun tijd, van hun communicatie, van hun inspiratie delen, et cetera, via het internet doen. Hè, van hun zoekopdracht via het internet doen. Dat leidt ertoe dat je de kans hebt, unieke kans, die traditionele retail nooit heeft gehad, om de winkel of delen van je winkel, een deel van je aanbod, daar te brengen waar echt de vraag voor het eerst ontstaat. En sociale media gaan daar enorm bij helpen. En als er nu op de Gooise Vrouwenhive, weet ik veel, als Linda in die film met een van de paar laarzen aan heeft, dan is er iemand die vraagt van, hé, waar kan ik die laarzen kopen? Daar is Zalando! En dan, precies. Ja. En dan staat er rechts Zalando te knippen. Ja. Dat is zeg maar 1.0. En 2.0 is dat er een andere klant is die zegt van, hey, volgens mij komen ze bij Van Assem in Rotterdam vandaan. En hier is de link en ze kosten €279. En op die manier komt je aanbod ook tot de klant. En ik denk dat het wel degelijk de volgende revolutie is die de grenzen, het theoretisch maximale marktaandeel wat online kan hebben ten opzichte van offline, echt weer verder oprekt. Het feit dat mensen delen van je winkel en van het aanbod zelf kunnen oppakken en met elkaar kunnen delen zonder tussenkomst van die winkelier. Maar ik neem aan dat je met me eens bent dat dat op pop.com in Facebook, nee, dat misschien is een goed idee. Weer, dat is precies net zoals we elkaar tegenkwamen op Second Life, toch? Ja, precies. Ja, dat. Ja. Precies. Ja. Second Life? Nou, dan zijn we daaruit. Ja, mijn mening doet er ook niet toe. Hè. Ik ben de slechtste debatleider, dus die geef ik ook niet. Tot slot, het is crisis. En die is nog niet voorbij. Ik sprak Richard Lamp. Dat is een trendwatcher. En die sprak ik, ja. En die had het over 2012, en dat vond ik wel een mooie, wou ik jullie even meegeven, dan weet je het vast. Die noemde 2012 het jaar van de grote verwarring. En de grote verwarring, dat vond ik wel een hele logische. Die zei, ja joh, iedereen die heeft zo'n beetje crisis, wel, bijna voorbij, dat moet ook wel, want alle reserves die zijn op, weet je wel. En dan komen ze er nu achter van, damn, het is nog niet voorbij, en de reserves zijn op. Dus ze raken in verwarring en er komt een soort panieksituatie ontstaat er in 2012, waarbij echt bedrijven en mensen in de problemen gaan komen. Hoe zien jullie die beweging in het kader van je eigen business? Dat is heel interessant. Dankjewel. Consumentenvertrouwen staat op dit moment op -51, wat zo ongeveer historisch laag is. Dat is de gegevens van afgelopen september. Consumentenvertrouwen wordt gemeten aan de hand van onder andere de vraag, vindt u het op dit moment een goed idee om duurzame consumptiegoederen te kopen, als bijvoorbeeld een televisie of een laptop? Nou, 51% van de Nederlanders vindt het dus niet een goed idee om zo'n aanschaf te doen op dit moment. Dat betekent dat naar alle waarschijnlijkheid de markt een heel klein beetje krimpt. En wat heeft dat dan voor gevolg als geheel? Dat precies de nagel is aan de doodskist van heel veel traditionele retailbedrijven. Wat ze namelijk werken met een vast kostenmodel, grotendeels. Dus als je dan nog net even 10% omzet afhaalt en ze hadden al een klein beetje schuld op de balans staan, dan is dat precies het duwtje dat ze nodig hadden. Goos. Nee, wij zien die verwarring, we herkennen hem wel, maar voor onze eigen organisatie totaal niet. Omdat we zicht en grip hebben op waar we nu vandaag mee bezig zijn. En dan is 2012 heel makkelijk te overzien. Maar 2013, 14 en 15 zien we ook met alle vertrouwen tegemoet. Jullie nog een reactie op de crisis? Ja, nee, ik ben het volledig eens met Pieter. Met wie? Met Pieter ben ik volledig mee eens. Oké, maar voor jou, voor volgende? Als inderdaad, dus alles op hetzelfde peil wordt gehouden, huurprijzen niet heel hard omlaag gaan, waardoor ze het inderdaad toch dat gaat niet blijven zo snel zitten. Nee. Maar dat gaat niet zo snel, dat zie je nu, want al die winkels verdwijnen. Maar goed, cadeautjes heb je nog steeds nodig, want als je naar verjaardag gaat, kun je niet maken om zonder cadeau aan te komen, ook niet als je niet zoveel centjes hebt. En die bieden we ook, dus ja, wat dat betreft. Dus ik denk wel, een prullenbak koop je misschien niet twee, maar nou, ik heb een hele mooie gezien, daar kon je met je hand overheen, die ging niet open. Die vorm ik wel heel, verkoop je die? En wat gaat het thuis sturen? Echt waar? Ja. Oh, dat kan ik straks ik vind het wel een mooi beeld van de recessie. Dat je gewoon geen prullenbak in de slaapkamer meer hebt, maar naar de badkamer moet lopen. Dat gewoon de keuzes is die consumenten dat merken wij dus echt. Maar dat zal ik je vertellen. Van 2013, Daniel, wordt het jaar van de balansburger. Maar boeken, worden boeken nee, maar de balansburger moet keuzes maken. Dus inderdaad, geen de balansburger. Dat, ja, ze die vinden moet bij kiezen, McDonald's elke week nee, maar die moet kiezen tussen of een LCD of de vakantie. Die moet kiezen tussen of die prullenbak in de keuken of de prullenbak in de slaapkamer. Precies. Geen twee prullenbakken. Ik ben het ook volledig met Patrick en met Pieter eens. Ik denk dat het een heel zwaar jaar gaat worden voor traditionele winkels. Niet omdat klanten fundamenteel geen zin hebben in traditionele winkels, maar door die versterking, door die recessie, waar juist wat duurzamere aankopen
echt heel kritisch tegen licht gehouden worden. En met dat vaste kostenmodel je heel snel van 1 of 2% return on sales, ja, wat in retail gewoon is, naar een paar procent verlies ontslaat. Zo niet met scheren en foppen. Het is maar bijzonder dus interessant wat er dan gebeurt. Want het geeft dus ook een enorme boost aan online retail zometeen. Want de klant stopt niet met consumeren. Die consumeert gewoon 10% anders. Dat betekent dat die traditionele verdienmodellen zoals die in traditionele retail zijn, veelal, dan is het niet meer voldoende. Dus dan, maar het grootste gedeelte van het aanbod is dan wel degelijk offline. Dus dat betekent voor meer online georiënteerde spelers een enorme marktkans. Dus je ziet eigenlijk het volgende jaar wel zitten? Ik durf wel redelijk veilig te stellen dat we volgend jaar wederom een recordjaar gaan draaien. Ja, plus dat in de fysieke wereld gaat de komende tijd toch nog verder sanering plaatsvinden. Klopt. Die markt zal niet groter worden, die zal eerder wat krimpen misschien. Maar er zal op diverse plaatsen ook lucht komen. Maar personeelskosten wegen niet op tegenover het omzet van de huurkosten. Ja, maar de huur. Contract van nog 10 jaar. Maar de huur en personeel, dat zijn twee afgeleiden. Alles gaat er staat in eerste instantie met je omzet. En wij denken dat je het vandaag de dag nog steeds, ook met een fysieke winkel, zelfs in de huidige vorm. Want de wereld gaat wel veranderen. En dat gaat wel heel snel. Maar dat is nog niet echt morgen. Dat zal overmorgen zeker zo zijn. Dat als je goed oplet en kwaliteit en vertrouwen blijft bieden. Want er worden nog steeds ook producten, nog gelukkig, heel veel verkocht via de fysieke winkel. En tot dat gaat kenteren, eens. En daar zullen we ons allemaal voor moeten wapenen de komende tijd. Maar de fysieke winkel is vandaag niet weg. Heren CEO's, mag ik jullie danken. En voordat jullie het podium verlaten, een korte reactie vragen. Meneer Molenaar, kennen jullie hem? Ja. Cor Molenaar. Ja, daar zit hij. Daar zit hij. Die heeft een boek geschreven. En dan haal ik even het vraagteken even weg. Er staat het einde van winkels. Ja, daar staat een vraagteken achter. Hele korte reactie. De winkelstraat zoals we die nu kennen, volmondig ja, met een uitroepteken erachter. Eens? Nee. Niet het einde van winkels, natuurlijk niet. Maar wel van de winkels, van een deel van de winkels zoals we die nu kennen, ja. Daniël, Pieter, Goossen en Patrick, dank jullie heel hartelijk voor het meedoen aan dit debat. Applaus voor jullie. En excuus voor de hitte. Als ik dit had geweten, had ik 5 hemden in mijn auto gehangen, maar ik heb er maar 1. Cor, het is 12:30. Om 12:45 begint er een hele belangrijke lunch. 12:30. Het is 11:30. Het voelt als 11:30. Ik heb iets met die uren vanochtend. Ja, om 11:45 begint er een lunch. Dus het volle kwartier is voor jou, dames en heren. Cor Molenaar. Ja. U hoorde gemengde gevoelens net. Is het einde van de winkels? Of is het geen einde van de winkels? Ik denk wat er nu aan de hand is niet cosmetisch. Als je natuurlijk met 4 internetondernemers praat over internet, dan hoor je alle alleluia's over internet. Als ik met ondernemers praat, hoor ik af en toe andere woorden. Van hoe kom ik aan mijn traffic? Hoe kom ik aan mijn conversie? Hoe kom ik aan mijn retentie? En dan zie je dat internet een oplossing kan zijn, maar vaak geen oplossing is. Wat ik ook mis in het debat is de klant. Er zijn heel veel aannames van de klant wil dit en de klant wil dat. Maar wil de klant dat in feite ook? Waarom zal de klant op internet kopen en waarom koopt de klant niet in de winkel of wel in de winkel? Nou, we dan kijken naar de grote verandering die ontstaat in 2008. Dat we opeens allemaal wifi thuis kregen en dat we nu de koopbeslissing op de bank maken met een glaasje rode wijn en zijn met een glaasje witte wijn. En op dat moment wordt de koopbeslissing genomen die vroeger in de winkel werd genomen. En dat is de crux van de hele verandering. En het heeft niets te maken met het aanbod. Het heeft te maken met het feit dat je nu 's avonds thuis zit. En dan beslis je, koop ik het online of koop ik het offline. En op het moment dat je me enige onzekerheid voelt, dan ga je naar de winkel toe om nog even te kijken. En dan zie je de frustratie van de winkelier, waarbij klanten binnenkomen, advies krijgen, de prijzen zien en vaak weer gaan vertrekken. Is dat de schuld van de klant? Is dat de schuld van de internet? Of is het gewoon de winkelier die vergeet om te gaan verkopen? Als zo'n klant binnenkomt met allemaal koopsignalen aan alle kanten en je bent niet in staat om te verkopen, wordt het tijd dat de verkoper met de hand in eigen boezem steekt. 2008 ook een jaar van de recessie. Dus wat retailers gedaan hebben, is besparen op de kosten. Als het komt op de vierkante meters, maar vooral besparen op personeel. Dus alle vakbekwame personeel werd als te duur bevonden en er kwam goedkoop personeel. Nou, op dat moment ben je het paard achter de wagen aan het spannen, want de klant die veel meer weet dan een verkoper, zal niet meer bij de verkoper gaan kopen. Dat is gewoon een gebrek aan vertrouwen. En dat moet je zien te compenseren.
prachtig. Zo'n klassiek winkelpand. Het klassieke retailer. De klassieke retailers die verdienen hun geld op 4 manieren. Ze verkochten producten, daar was een winstmarge op. Ze hadden een prachtig pandje, zoals u kunt zien. En die steeg in waarde ieder jaar. Dus ook daar hadden ze winst op. Ze verkochten de producten voor fabrikanten. Hoe meer ze verkochten, hoe meer bonus ze kregen van die fabrikanten. En tenslotte verkochten ze de producten eerst en betaalden later aan de fabrikant. En dan kon ze een mooie rentewinst op maken. Maar kijk nu eens naar de problemen van de retail. Wij gaan allemaal eerst kijken waar het goedkoopste product is. We gaan onderhandelen over de prijs. Dus een marge op producten staat geweldig onder druk. Onroerend goed stijgt niet meer. Dus ook daar kun je geen geld op maken. Rentestanden van 1,5%, ook geen vetpot. En tenslotte, de fabrikanten hebben de retailer niet echt meer nodig. Wij kopen op internet direct bij een fabrikant. Dus ook de bonussen die zullen steeds minder gaan worden. De retail kan dus geen geld meer maken op de oude manier. Hoe dan wel? En dat is nu precies het probleem van de retail van vandaag. Ingekocht. Retailers zeiden ook tegen mij van retailing is gewoon goed inkopen met elkaar. Met andere woorden, de fabrikanten onder druk zetten en dan handhaaf je je marge. Moet eens kijken wat vandaag vanochtend nog in het FD stond. Dat er steeds meer fabrikanten onder de kostprijs hun artikelen moeten leveren aan supermarkten. Omdat ze gewoon uitgekleed worden door de SuperUnie en ze uitgekleed door Albert Heijn. Steeds vaker komen merken daardoor onder druk. Dus ze zijn op het ogenblik de problemen aan verschuiven. Hoe lang kun je het volhouden? Maar de transactiewinsten die dalen, want de klanten zijn mondig geworden. En wij beschouwen het prijsplaatje in de winkel als de openingsbod van de winkelier. En dan komen wij met onze printout van Google of van vergelijken.nl. En op dat moment gaan we onderhandelen over prijs. Dus je marge staat geweldig onder druk. Maar ze maken ook hun geld met bonussen van leveranciers en van fabrikanten. Nou, u hebt net de discussie gehoord over Miele. Hoe Miele gewoon bezig is om een eigen kanaal te gaan ontwikkelen. En daardoor kracht te gaan ontwikkelen in de markt. En ook dat de kosten zullen gaan doen van de winkeliers. Ze maken ook hun geld met rentewinsten. Vaak zie je dat je geld eerst verkocht hebt voor je hoeft te gaan betalen. Het is vrij normaal een termijn van 90 dagen, 120 dagen naar fabrikanten toe. Terwijl je zelf een omloopsnelheid hebt van minimaal 12 van je artikelen in de winkel. Maar met een rentestand van 1% per jaar, dat is geen vetpot meer. En dan had je nog je pandje, waar je ooit ingetrokken was. En dat was dan je pensioenvoorziening. En je kinderen nemen de zaak niet over, het pandje is in waarde gedaald. En zie daar het probleem van de retail. Al hun business drivers, die werken niet meer. Dan moeten we nieuwe dingen aan de gang gaan. Op een andere manier proberen ons geld te gaan maken. En dan zie je die hoge huurprijs waar we net over praten. Maar moet je eens voorstellen, als alle onroerend goed op de balans afgewaardeerd moet worden. Maar pak een beetje 1/3. We hebben een nieuwe kredietcrisis in Nederland. Dus dat gebeurt niet. Want het is allemaal gefinancierd met vreemd vermogen. En de banken die durven gewoon niet om het echt af te waarderen naar de juiste waarde. Dus onroerend goed exploitanten laten liever leeg staan tegen fictieve hoge huurprijzen, zodat ze hun waarde kunnen gaan handhaven. En dat gaat allemaal ten koste van de retail. En dan moet je opnieuw gaan nadenken, in welke business ben je nu? En wat kun je gaan doen? Dames en heren, Cor Molenaar wil opgehaald worden uit de ballenbak. Kijk, dat is mooi met IKEA. En dan denk ik van, ja, het gaat heel slecht. Maar als we ook maar een momentje vrij hebben, dan gaan we met onze partner naar IKEA toe. En in Sydney hebben ze zelfs een mannenballenbak bedacht bij IKEA. Zodat het heilige kan gamen en alle spelletjes kan doen, terwijl zij gaat winkelen. Maar tegelijkertijd zie je op dat moment ook dat man en vrouw een aparte rol vervullen. Dat vrouwen graag dingen willen uitproberen, terwijl de man met een duimstok erachteraan loopt om te kijken of het wel past in de woonkamer en zo. En toch beslissen ze gezamenlijk. En toch gaan we naar IKEA toe op de meest trieste locaties, omdat we het leuk en gezellig vinden. En ten einde mogen we ons gaan verwennen met die vieze Zweedse gehaktballetjes die niet te eten zijn. Maar toch heb je het gevoel dat je een geweldige dag hebt gehad. En dan zie je het nieuwe koopmodel waar net al even over gesproken werd. Waar je de oriëntatiefase. En vanuit de oriëntatiefase gaan we in Nederland allemaal naar Google toe. En dan tikken we het netjes in. Soms kijken we ook nog even een marktplaats. Hè. Die hebben toch iets van 7, 8 miljoen unieke bezoekers per maand. En dan maken we de keuze. En die keuze maken we thuis. Op basis van al deze informatie. En dat is essentieel. Want nu gaan we zeggen van, koop het in een webwinkel. En dat betekent, worden we geconfronteerd met die webwinkel? Of hebben we een top-of-mind positie? En hier zit het probleem van alle nieuwe toetreders. Waarbij je geen top-of-mind positie hebt op dat moment. En hoe kunnen ze je gaan vinden? Maar soms gaan we toch naar die winkel toe.
En dan gaan we kopen of we sluiten hier. En nu zie je het nieuwe winkelgedrag. We hebben net even gehad over social shopping. Maar er zijn drie heel belangrijke trends voor de toekomst. Om te beginnen convenience shopping. Dat wil je graag bij je in de buurt hebben. De emmers die ga je niet op internet zoeken. In principe de kapstokken ook niet. De dweilen misschien wel. Maar in ieder geval, je maakt een keuze. Dus de blokker in de buurt vind je wel prettig. Een Hema in de buurt vind je ook prettig. Even als een fitnesscentrum. En even als een supermarkt. En zo zie je een cluster gaan ontstaan van winkels die in de woonwijken gaat komen. In het dorp gekomen. Community-oriented retailing zal een grote trend worden. En tegelijkertijd zie je dan de verandering in het koopgedrag. Want wat ik niet gehoord heb op het podium en wat essentieel om de ontwikkeling is in Engeland, is click and collect. Men zit op internet, ze bestellen op internet en ze halen toch in de winkel op. Zie daar het probleem voor de verzendkosten. Van klanten hoeven dan geen verzendkosten betalen. Je krijgt dan op dat moment traffic. En by the way, je kunt ook in de winkel betalen. En als het niet goed is, laat je het netjes achter. Dus zo zie je bijvoorbeeld H&M 60% van de verkopen in de winkel laat ophalen. Bij Bruna zit het al op 70%. Dus opeens zie je een heel nieuwe trend komen waarbij de fysieke winkel een andere functie gaat krijgen. Waarbij je het op kunt halen, je kunt het passen en je kunt de accessoires op dat moment gaan kopen. Dus een click and collect betekent ook dat je artikelen niet in voorraad hoeft te hebben, maar ze moeten op dat moment wel kunnen leveren. Dus Hema in Nederland, die heeft weer besloten om 200 mini-Hema's te gaan openen. Die in kleine dorpskerken gaan komen. Die in wijken gaan komen. Met een beperkt assortiment. Beperkt aantal vierkante meters. Beperkte actieradius. Maar je kunt alles op internet kopen. Dus als u de fiets bij de Hema wil kopen, bestelt op internet en haalt het morgen op. Dus opeens zie je een heel nieuwe trend gaan komen. Die is gebaseerd op de trend die we in het verleden hadden. Maar nu helemaal geïntegreerd binnen de retail. En dat betekent dat die wijken weer leefbaar gaan worden en het dorp weer leefbaar gaan worden. Maar daarnaast hebben we ook weer samen willen gaan kopen. We willen samen gaan onderzoeken. Dat noemen we dan de social buying. Waarbij met z'n tweeën iets wil kopen en erover wil gaan praten. En dat doe je dan met je vrienden of met je vriendinnen of met je partner. En dan ga je naar een winkelcentrum toe. Want daar kun je goed parkeren. Daar zijn de winkels aanwezig. Daar zijn restaurantjes. Daar zijn cafeetjes. Maar je wil wel kopen. Dus de intentie is naar een winkel toe te gaan. En deze winkelcentra die zullen net buiten de stad gaan zitten. Een Alexandrium in Rotterdam of een Arena in Amsterdam. Net buiten de winkelcentra. En op dat moment zie je dat daar de grote winkelsales zullen gaan vestigen. Want daar zal gekocht gaan worden. Met openingstijden van 8 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. Maar zolang de restaurantjes open zijn, willen de winkels ook open zijn om te gaan kopen. En dan krijg je de derde trend. En dat is een social shopping. En dat is wezenlijk anders dan wat ik net gehoord heb. Met social shopping betekent, ja, we gaan gezellig naar de stad toe. Wat ik nu vaak bij vrouwen zie, die gaan gezellig naar de stad toe. Wat ga je kopen? Ja, weet ik niet. Heb je iets nodig? Nee, weet ik niet, maar het is wel gezellig. En tot je verrassing komen ze altijd met iets terug. Wij mannen hebben het in feite ook, hebben een mediamarkt. En dan komen we altijd met dingen terug. En in het hele proces van social shopping is recreëren het belangrijkste. En winkels zijn bijzaak. We gaan social shoppen in de steden. En dat moet leuk worden. En daar zullen de kleine winkeltjes zijn. En die verrassen ons. Met boutiques, met speciaalzaakjes, met flash stores. Vandaag zijn ze er en morgen zijn ze weer vertrokken. En met grote merken waar je gewoon leuk wil binnenlopen. Bij de Adidas of bij de Nike of bij de Apple. En op dat moment zie je dat de stad gaat veranderen. Want de supermarkten gaan eruit, de boekhandelaren zijn al vertrokken, de warenhuizen die gaan eruit. Want langs V&D lopen in de stad is niet bepaald social shopping. Die gaan allemaal net buiten het centrum. En dan zie je de veranderingen. En dat verklaart ook de toenemende leegstand in die steden. Want als je in Schiedam gaat, staat 1 op 3 winkels leeg. In Dordrecht staat 25% van de winkels leeg. In Vlissingen is het al 40%. Dat is toch niet leuk meer. En dat is misschien de schuld van de onroerendgoedexploitanten. Maar ook de schuld van de retailers. En misschien de grote mate van de gemeentes. Gemeenten moeten ophouden met winkeliertjepesten. Met parkeertarieven die omhoog gaan. Met een zogenaamde looppromenades. Waardoor je er niet meer bij kunt gaan komen. Met belastingen. In Ede wordt zelf belasting gegeven op de reclames die je op je pui gaat plaatsen. Dat moet ten einde zijn, want anders is het inderdaad einde van de winkels. Wanneer is nu echt het einde van de winkel? Als we niet gaan samenwerken. Er moet een samenwerking ontstaan tussen de winkelier, de fabrikant, de e-retailer. Maar ook een onroerend goed exploitant moet meewerken. En natuurlijk de overheid. Winkels moeten open zijn als klanten willen winkelen en mogen dicht zijn als klanten niet willen winkelen. Gezamenlijk moeten deze partijen inspelen op de wensen van de klant. Op het nieuwe winkelgedrag van de klant. Als ze daartoe in staat zijn, hebben ze toekomst. Maar als ze alleen blijven aanmodderen, dan moet ik inderdaad zeggen, einde van de winkel. Het komt dus aan
op de klanten, op het klantgedrag, wat wij willen. Wat wij willen, gaat gebeuren. Als we met z'n allen op internet gaan kopen, dan zal het einde winkels zijn. Dus de winkel moet zich opnieuw gaan motiveren. En dan zie je de strijd die nu al ontstaat tussen productmerken, waar zij het net over hadden, en winkelmerken. Bol.com is een winkelmerk. En als die netjes met al zijn pop-offs blijft komen, vind ik dat prima, want het is niet gebonden aan een productmerk. Dus nu zie je die strijd die gaan ontstaan. Vroeger moest die winkelier de keuze maken voor jullie. En ik kwam met het assortiment. Nu maken wij op dit moment de keuze wel op internet. En daardoor zijn we allemaal mondig geworden. Waar we nu behoefte aan hebben, is niet meer dat één partij het probleem gaat oplossen. Onroerendgoedexploitanten, fabrikanten, winkeliers, gemeentes moeten bij elkaar gaan komen. En moeten bij elkaar gaan zeggen van, wij hebben een probleem. Als wij het niet oplossen, zijn de winkels leeg. Als er lege winkels zijn, vinden mensen het niet meer leuk om te wonen. Die gaan wel naar een andere stad toe, waar het veel leuker is. Dan daalt onroerend goed en dan krijg je inderdaad de wilderswijken die spontaan gaan ontstaan. En daar zit dus niemand op te wachten. Dus op het moment dat de steden weer leuk gaan worden, op het moment zullen die mensen weer terug gaan komen, op dat moment zal onroerend goed zijn waarde weer gaan krijgen. Dus eigenlijk is er een toekomst voor de winkel. Dat hangt van u af of u het winkelen leuk vindt. En het hangt van ondergoedexploitanten, van winkeliers, van fabrikanten en van gemeenten af om het leuk te vinden. Zullen we graag weer naar de winkels gaan. Dank u wel. Dank je wel, Cor Molenaar. Er zijn presentaties, daar doe je geen Q&A na. Dat zijn gewoon optredens en dat moet je zo laten. Dank je wel, Cor. En de volgende keer, ik zat net na te denken, ik ga met de organisatie, volgend jaar draaien we het om. Wacht even, Arie. Nou, dan wil ik eerst jouw presentatie zien en daarna de CEO's op het podium. Dat gaan we bij deze, ga ik me daarvoor hard maken. Dank je wel, Cor, voor dit vurend betoog vanuit de passie voor de retail en de e-tail. Dames en heren, het CEO-debat zit erop. Ik dank jullie heel hartelijk voor jullie aandacht. Voor degenen die naar de lunch gaan, ik heb geen idee waar die is. Ergens in het pand, volg de botjes of zo. Ik moet er ook naartoe. Voor degenen die daar naartoe gaan, zie ik jullie zo. Voor de rest heel veel plezier voor de rest van het programma vandaag. Dank jullie wel. Yeah.